ideale omstandigheden voor een fijne pot voetbal in de Goffert tussen NEC en AZ. Twee ploegen uit het linkerrijtje en hij is er dus gewoon bij, Pavlidis. Was wat ziekjes, was wat twijfel, moest even de warming-up doorstaan voor de zekerheid. Liep Aboukhlal warm, deed gewoon volledig mee met de warming-up. Maar de Griek goed voor 10 Alkmaarse treffers, start bij AZ. En hetzelfde geldt voor Magnus Mattsson. Dat had hij vanmorgen vermoedelijk niet verwacht. En toen meldde Tafsan zich ziek bij Rogier Meijer. En mocht de Deen, die niet bepaald in grootste vorm verkeert, toch starten. Vooral omdat ze bij NEC bijna geen enkele fitte speler met enige ervaring over hebben. Als je ook kijkt naar de bank van de Nijmegenaar, is het jongst. De aanvoerders bij scheidsrechter Bas Nijhuis. Enige scheidsrechter met minimaal 5 eredivisiewedstrijden dit seizoen die nog geen penalty gaf. Pavlidis start, dat geheim is dus al verklapt. En voor de rest Witry, Reijnders en Evjen als grootste opmerkelijke spelers in het elftal van Pascal Jansen. Wijndal ontbreekt natuurlijk met een schorsing. Mietje heeft het niet gehaald vol vandaag. Daar onder de capuchon Wilfried Boni. Wel weer op de weg terug bij NEC. In de corner. Geen onaardige bal. Sugawara werkt weg. Terug het 16 meter gebied ingebracht. En daar is dan de kans. En de redding is er van Vindahl. De poging van Duelund. Tweede Nijmeegse corner, weer goed voor het doel. Weer niet ongevaarlijk. Frisse start van NEC. Akita, een beetje afwachtend. Ruimte bij Karlsson. Goed gezien door Witry. Met de arm meegenomen, dus doet dit er ook niet meer toe, toch? Nou, vooralsnog wel. Karlsson scoort, 0-1. Maar die bal overduidelijk op de arm. En dus gaat de videoscheidsrechter hier nog even naar kijken. Daar via de borst op de hand. Het gaat om het tweede contactmoment. Eerst de borst en dan de hand. Hij keurt de goal goed omdat hij hem eerst op de borst krijgt en daarna op de hand. Dit ziet er zorgelijk uit. Ze hebben er al zo weinig bij NEC die enigszins fit zijn. Dat is geen onaardige bal, maar de wit komt een teenlengte of wat tekort. Dat is wel de complimenten voor Sugawara. Weer licht Duelund. Dat lijkt me einde verhaal. Sneu voor hem, Mikkel Duelund. Hij in tranen verlaat hij het veld. Het zijn hele nare tijden voor deze Deense huurling van het Oekraïense Dynamo Kiev. Evjen probeert het. Vlammend schot, maar wel een metertje te hoog. Karouani. Het is niet de ruimte en de positie om daar dit soort fratsen uit te halen. Evjen wacht eventjes op de komst van Witry. Via een omweg komt de bal er alsnog. En daar is dan bijna Pavlidis. Kruipt wel voor zijn man, maar komt niet bij de bal. De opening van Rooij. Aanleggen, uithalen. Het scheelt een meter. Dichter bij een goal is NEC lange tijd niet geweest. Kort voor rust, de corner van NEC. 0-1 de tussenstand, 1-1 de tussenstand. Schitterende kopgoal van Rodrigo Guth. Hatzidiakos is hem helemaal kwijt. Vindahl ook niet helemaal goed in positie. Dat gaat er mis bij de Alkmaarders. Akman weer op kracht en inzet. De voorzet van Martins Indi, door Martins Indi verlengt. En wat een kans zeg. Cadeau gedaan door Martins Indi aan El Karouani. En daar niet Okita of Mattsson. Wel een uitbraak van AZ met Clasie. Er zit veel tempo in deze tegenstoot. Evjen. Pavlidis. Jaagt hem wild naast en over. Er is nog een half uur te gaan. Reijnders. Twee nummers 24 daar. Met elkaar in de slag. Sugawara. Evjen. Ruimte maken. Lichtjes in de rug gelopen. Karlsson. Witry met de loopactie. Geeft Karlsson de gelegenheid naar binnen te gaan. Maar goed, dat weet Van Rooij ook. Even goed het schot. En daar heeft de Branderhorst nogal een moeite mee. Komt met een schrik vrij, omdat de rebound niet aan Pavlidis besteed is. En nu de uitbraak van NEC met Akman. Dit is een onbegrijpelijke keuze, want in de loop bij Mattsson was toch een linea recta richting de goal. De omweg via Okita kan natuurlijk ook, maar wel een stuk minder gevaarlijk. Pavlidis. Nu meegeven aan Karlsson. Net iets wat aan de zachte kant. Maar Karlsson maakt er nog het beste van. Als die bal van Reijnders meer snelheid heeft, hoeft hij niet zoveel moeite te doen. En wordt zijn doelpoging ook niet zo onder druk gezet. Hoekschop AZ. Richting Aboukhlal. Die is net binnen de lijnen gekomen. Clasie. Mattsson. Reijnders. Tijjani Reijnders. Sova. Sova. Als het bedoeld is als een doelpoging, is hij erg optimistisch. Goede paas van Clasie. Het uitgestelde. Maakte die paas zo goed. Wachten tot het gat opent. Reijnders doet er niets mee. Karlsson. Halfbakken van Okita. Karlsson, korte hoek. En hij treft weer doel. Jesper Karlsson straft dat geschutter van Okita af. Okita pakt dit veel te gemakzuchtig op. En dan staat Branderhorst compleet op het verkeerde been. Rekent hij op een krul in de verhoek. Wordt een droge knal door de benen van Schöne in de korte. Odenthal. Nu 3 AZ'ers tegen 2 van NEC. Aboukhlal op snelheid. In de loop gekregen van Clasie. Aboukhlal kappen, uithalen en daar is Branderhorst. En Branderhorst krijgt hem in tweede instantie niet tegen zich aan. Evjen 1-3. Zijn eerste. Dit is dus een bal perfect in de loop. Aboukhlal doet dit goed. Het afronden niet optimaal. En dan is Evjen haantje de voorste. De vraag is, blijft het bij 3? Hier komt AZ weer met Reijnders in de handen bij Branderhorst. Mattsson wat aan de korte kant. Maar Vindahl redt. Maar hier is Vindahl gezien. Waar is dan Martins Indi? Dat is goed meedoen. En nu op het dak van het doel. Uitstekend werk van Bruno Martins Indi. In die corner van de lijn gehaald. Door Karlsson. En nu de uitbraak van AZ. Sprinten met Aboukhlal. Sova wordt behoorlijk vastgehouden door Verdonk. Het is duwen. Laat Aboukhlal ze nog even gaan ten opzichte van Van Rooij. En is dit theater van de bovenste plank. Dan is dit inderdaad duwen. Goed, daar wordt ook voor gefloten. Leraar op de theaterschool, Bas Nijhuis. Bronkhorst komt daar niet aan. Okita. Voorzet van Rooij. Het is nog riskant wat Reijnders doet. Kan ook zomaar een enkelbreker zijn. Okita. Okita in de handen bij Vindahl. De strijd om plaats 3 ligt weer helemaal open. Omdat AZ geen misstap begaat in Nijmegen. Weinig glans, maar wel een overwinning. Vooral dankzij deze man, Jesper Karlsson, weer goed voor 2 goals. Al met al pakt AZ, zoals verwacht, wel gewoon de volle buit in de Goffert.